Lieve mensen, mijn naam is Doula en fijn dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Foute Boel. En voordat wij beginnen even een disclaimer. Dit is een amusement, een infotainment programma. Ik weet echt niet alles. Ik geef hier gewoon mijn mening. En ik raad dus ook iedereen aan om altijd zelf je eigen onderzoek te doen. Dat gezegd hebbende, wat hebben wij vandaag allemaal op het programma staan? Vandaag kijken we even naar Hollywood. Harvey Weinsteins gevangenisstraf van 23 jaar is teruggetrokken. Alec Baldwin wordt niet vervolgd voor de moord op zijn cameravrouw. En hoe zit het met Ghislaine Maxwell? Dan in ons eigen land. De schapen hebben het moeilijk, want Q-koorts. En daar hebben ze een nieuwe prik voor ontwikkeld. Albert Heijn komt met een CO2-burger. En we gaan kijken naar de gespeelde verontwaardiging van extreem links naar aanleiding van de speech van Eva Vladingenbroek. Maar laten we beginnen met Harvey Weinstein, de grondlegger van de MeToo-beweging. Door hem gingen alle dames MeToo, MeToo roepen. Maar dat terzijde, wat is er eigenlijk aan de hand? Het Hoogste Hof heeft namelijk besloten dat zijn veroordeling en gevangenisstraf van 23 jaar wordt teruggetrokken. Het Hof stelt namelijk dat de rechters grove fouten hadden gemaakt, omdat aanklagers toestemming hadden gekregen om meerdere vrouwen te laten getuigen waarvan de feiten verjaard zouden zijn. En niet alles was verjaard, dus het is een beetje vreemd om alles terug te trekken. Maar in ieder geval knap werk van de advocaat. Geen zorgen dames, Harvey Weinstein heeft nog altijd een andere veroordeling openstaan van 16 jaar voor verkrachting. Hij blijft dus nog even vast. En dan hebben we ook nog een andere Hollywoodster. Alec Baldwin. De man die bekend staat om zijn acteertalent en nu ook om zijn vaardigheden met een pistool. Baldwin wordt namelijk niet vervolgd voor het schietincident waarbij een cameravrouw werd doodgeschoten op de set van zijn film. Interessant. Maar goed, Baldwin heeft het sowieso niet makkelijk hoor. Kijk maar. Alec, can you please stay free Palestine one time? Why did you kill that lady? You killed that lady and got no jail time? No jail time, Alec? No jail time, Alec. You're putting innocent people in jail, Alec Baldwin. Free Palestine, Alec, just one time. And I'll leave you alone. I'll leave you alone, I swear. Just say free Palestine one time. One time. One time. One time, Alec. You know he's a criminal. You know he's a criminal. Come on, Alec, just say free Palestine one time. One time, just one time, please. And I'll leave you alone. Free Palestine. Ja, want als je dit elke dag moet meemaken, heftig. Oké, laten we het even samenvatten. Weinstein krijgt een uitweg vanwege procedurele fouten en Baldwin komt ermee weg omdat het een ongeluk was. Who's next? Ghislaine Maxwell? Nee, even serieus man, ze doet echt een poging. Hè? Hier, lees maar. Ghislaine Maxwell asked court to overrun sex trafficking conviction and sentences. Ja, je kan het proberen natuurlijk. Maar nu vraag ik mij dus gewoon af, is dit gewoon toevallig? Of is dit een patroon van straffeloosheid voor de rich and famous? Ik denk het laatste. Laat het me weten in de comments wat jullie ervan vinden. Het is Foute Boel. Door naar ons eigen land. De schapen hebben het moeilijk, want Q-koorts en daar hebben ze een nieuwe prik voor ontwikkeld. En dan is het eerste wat ik me afvraag, is dit een mRNA-vaccin? Waarom ik dat wil weten? Nou, simpelweg omdat ik de boel niet vertrouw. Laat me heel even uitleggen waar dit wantrouwen bij mij vandaan komt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met wat er een aantal jaar geleden begon. Het COVID-schandaal. In mijn opinie was dat het grootste schandaal wat werkelijk in de mensheid heeft afgespeeld. Het was een enorme marketingcampagne waarbij de media een hele grote rol speelde. Er spelen een heleboel facetten mee in dit schandaal. En een klein onderdeel daarvan is het vermarkten van mRNA naar een vaccin. Dit was namelijk nog nooit gebeurd en nog nooit gegeven aan de mens. En zeker niet op deze schaal. De hele wereld was eigenlijk testpersoon. En nu zien we dat dit mRNA-goedje, wat je dus ingespoten krijgt en een spike-proteïne-reactie bewerkstelligt in je lichaam, dat het een beetje op hol slaat. Dus sinds de prik vallen alle sporters neer op de grond. We hebben dus hartfalen ook onder jongeren skyrocket. We hebben de oversterfte, kanker skyrocket. Eigenlijk is er een nieuwe ziekte ontstaan, de ziekte van mysterieus. Want mainstream media snapt maar niet waar al deze sterfte in één keer vandaan komt. Gekker moet je het allemaal niet maken. Wij weten wel waar het vandaan komt.
Het is Foute Boel. Ik zou dan ook willen pleiten dat elke keer dat ze het woord vaccin gebruiken, erbij zetten of dit een mRNA-gentherapie-vaccin is. Want het is Foute Boel. Door naar het volgende onderwerp. Wat ik ook niet vertrouw, is de nieuwe gehakt van de Albert Heijn. Ze introduceren daar het CO2-gehakt. Het AD heeft er 2 artikelen aan gewijd. Naar aanleiding van het eerste artikel had ik op mijn Instagram dit filmpje gepost. Uh-oh, Albert Heijn komt met een nieuw product. Gehakt in burgers met een lage CO2-uitstoot. Nou, wat gaan ze doen? Ze gaan het half om half gehakt worden met kip en gehakt. Oké, doable, zou ik zeggen. Niet dat ik het ga vreten hoor. Maar de hamburgers, die gaan minder vlees bevatten. En dan vraag ik me toch af, met wat gaan ze dat vervangen? Als je een idee hebt, knal het in de comments. Foute Boel misschien? Nou, ondertussen heb ik al een idee. Albert Heijn heeft namelijk onthuld wat ze met de hamburgers gaan mengen. Met bloedplasma. Bloedplasma is eigenlijk gewoon bloed. En dit bloed van rund is afval van de slager en daar zit dus runder eiwit in. Dat dikken ze dan een beetje op. En de CO2-burgers en worstjes van het AD is dus eigenlijk een mengsel van bloedcloth gemengd met gehakt. En volgens mij zijn er al genoeg mensen in Nederland die bloedcloth in hun lichaam hebben zitten. Dus als ik jullie was, zou ik de supermarkt maar vermijden. Maar goed, als je denkt ik geloof in klimaatnonsens, dan wens ik je eet smakelijk. Het is Foute Boel. Door naar het volgende onderwerp. Want ik zag iets moois op Twitter. Ik zag een paar extreem linkse gasten aan tafel zitten bij Sofie en Jeroen. En die kregen een beetje kortsluiting met de speech van Eva Vladingenbroek. Die ze gaf op het CPAC, Conservatieve Political Action Conference, in Hongarije. De gespeelde verontwaardiging, ik vind het prachtig. Laten we heel even gaan kijken. Dutch national disgrace and dubbed climate pope Frans Timmermans already stated in 2015 that diversity is humanity's destiny and that Europe will be diverse. And of course, by now, I think we all know what they mean with the word diversity. It means less white people, less of you. Dat rijtje dus, Rick. Dankjewel. Heel veel succes morgen. Dankjewel. Niet te geloven, toch? Hè? Is toch niet te geloven? Ja, eigenlijk wel. Dat ze van alles nog wat stom vinden. Maar het gaat wel een stukje verder. Het gaat veel verder. Ik noem het fascinerend. Je kan het ook fascisme noemen. Ja, precies. Dit is toch absurd dat... Ja, nou ja. Ja. En ja... Wil je er nog wat over zeggen, Charles? Ja, het is bijna lachwekkend omdat het zo gek is. Maar het is daar je stelt je voor dat daar een hele zaal met gelijkgestemde mensen... Die tegen elkaar aan het zeggen is. Ja, maar gelijkgestemd, moeten we even bijzeggen, een mens met heel veel invloed en macht. Ja. Heel veel mensen met heel veel volgers, met politieke macht. Het is niet zomaar een zaaltje wat zegt, nou, we komen even gezellig bij elkaar, koppen bij elkaar, we hebben het leuk een middag. Maar als je... Ik ben optimist en denk altijd, we boeken vooruitgang als het gaat om beschaving. Om mensen tolerant te zijn ten opzichte van mensen, ongeacht hun afkomst, wie ze zijn, wat ze zijn. En we hebben er ontzettend veel winst mee geboekt de afgelopen 50, 100 jaar. Onvoorstelbaar. Dit is gewoon de weg terug. Ja. Welke vooruitgang precies bedoel je? Dat mannen naar de vrouwentoilet mogen? Man. Maar naar aanleiding van dit filmpje waren er op Twitter ook een paar hele leuke comments. Laten we heel even naar kijken. Monique, pronouns she knows. Wij zijn superieur, zegt Tim eigenlijk. Doe als ons en ga niet in de zaal zitten met gelijkgestemden, terwijl hij in de zaal zit met gelijkgestemden. Complete schizofrenie. Touché. Het zou mooi zijn als ze een keer andersdenkende aan tafel hebben zitten daar. Bijvoorbeeld Eva zelf. Maar daar zijn ze te laf voor. Of deze comment van Toon Schenk. Ze juichen eensgezind voor diversiteit heeft ons zoveel gebracht. Diversiteit van meningen echter, daar moeten ze niks van hebben. Met een verwijt van gelijkgestemden. Saneren. Of deze van Wie Duk. De eeuwige Hollandse middelmaat. Er zit dus helemaal niemand aan tafel die dit milieu kent. Die de woordvoerders en de thema's kent. Niemand die weet hoe wijdverbreid dit denken is. Helemaal niemand die zich erin heeft verdiept.
alleen maar sneuwe ontzetting. En dan ben je een landelijke talkshow. En hier nog eentje van Ricardo. Ik ben totaal geen fan van Eva, maar ze heeft hier wel een punt in deze speech. Deze scène is natuurlijk verknipt om haar racistisch te lijken. Maar ze heeft gelijk als ze zegt dat diversiteit voor grote ellende zorgt. Denk aan antisemitisme, homohaat en vrouwenhaat. Ja jongens, het is me allemaal wat. Het is Foute Boel. Dit waren de Twitter comments voor nu. Lieve mensen, dit was Foute Boel voor deze week. Ik hoop jullie volgende week weer te zien voor een nieuwe aflevering. Vond je dit nou leuk? Abonneer dan even op dit kanaal. Dan zijn wij ook weer geholpen. Want daar doen we het namelijk voor. Jullie informeren, een beetje lachen. En het kost jullie verder niks. Abonneren. Dank u.